De waterstand in de stadsgracht is laag en dit komt door het aanhoudende droge en warme weer. Normaal gesproken wordt de gracht indien nodig bijgevuld met waalwater via een persleiding bij het fabriekslaantje. Deze persleiding wordt momenteel verlegd en vernieuwd en is daardoor niet te gebruiken. Daarom wordt gebruik gemaakt van waterwagens. Om de waterstand in de Tielse stadsgracht op peil te houden, laat de gemeente in overleg met Waterschap Rivierenland de gracht bijvullen met water uit de Waal.